Hoi, ik heb dit filmpje gemaakt omdat ik me zorgen maak over wat er met de dieren wereldwijd allemaal gebeurt. Afgelopen week hadden wij een project op school en daar vertelde de leraar dat bijna de helft van alle dieren sinds 1970 door vervuiling, pesticiden en verzuring van de oceanen is uitgestorven of bijna uitgestorven. Nou, dat wil ik niet. Ik wil graag dat de natuur mooi blijft en dat de dieren ook gelukkig zijn. En nu weten we ook in Nederland dat deze regering van meneer Rutte eigenlijk heel weinig doet om de natuur te beschermen. Daarom zeg ik tegen alle kinderen in Nederland dat ze tegen hun papa en mama moeten zeggen dat ze zonne-energie nemen, zonnepanelen dus, of windenergie, of als ze dat kunnen betalen, geothermische energie. En als ze gaan stemmen, dat ze dan vooral op een partij gaan stemmen die dat ook in orde wil maken. Ook hoorde ik op school dat bedrijven zoals Albert Heijn, Lidl, C1000, Aldi, genetisch gemanipuleerde gewassen verkopen in de winkel. En zelfs liegen over dat het gezond zou zijn. Dat eten de mensen dus op. En daar kunnen ze allemaal rare ziektes van krijgen. Uitslag op hun huid of last van hun darmen. Maar wat doen ze nog meer? Dat eten, hè, die genetisch gemanipuleerde gewassen, worden ook aan de dieren gegeven. Dus als je vlees eet, krijg je het alsnog in je lichaam. Daar ben ik op tegen. Dus daarom vraag ik aan alle kinderen, nogmaals, praat met je mama en papa en zeg hun dat ze gezond eten kopen. En dat ze zo stemmen dat we dat ook in Nederland krijgen.